Goedemorgen allemaal, ik hoop dat jullie lekker geslapen hebben, dat jullie de dag goed begonnen zijn. En dat jullie ook beseffen dat met dit mooie weer het vandaag gewoon een hele mooie dag kan worden. Want daar ben ik vandaag eigenlijk even online voor om je daar aan te herinneren. Want ik snap heel goed dat wanneer de dingen niet zo lekker lopen, en wanneer je tegenslagen hebt en wanneer je aanloopt tegen mensen die je niet begrijpen, of die onrechtvaardig zijn, of die vervelend zijn of wanneer je naar de wereld kijkt en je ziet echt alleen maar even die ellende. En dat kan je zo raken als HSPer. Dan kan je zo uit het veld geslagen worden wel eens. En zeker als je dan ook zelf dingen in je leven tekort komt wanneer je merkt dat je liefde nodig hebt en goedkeuring nodig hebt van de mensen om je heen. En natuurlijk ben je dan nog wel aan jezelf aan het werk ook, maar je merkt dat dat toch niet helemaal er is voor je. Of dat je niet begrepen wordt. Ook al bedoelen ze het allemaal hartstikke goed. Dan kan dat gewoon zo frustrerend werken. En dan kan je zo eventjes jezelf machteloos voelen. En je even down voelen. En dat gevoel mag er ook echt zijn. Weet je? Het is ook gewoon terecht dat je je zo voelt. Zeker wanneer je dingen in je leven wilt. Heel graag wilt naar verlangt. En die zijn er even niet. Of dat nou een bepaald gevoel is. Een geluksgevoel is of bepaalde doelen is, of het nou een huis is of financiële vrijheid is. Als dat er even niet is, dan kan dat je zo naar beneden halen. En tuurlijk, je kunt er allerlei gedachten tegenaan gooien, want je weet dat je nog op weg bent. En je weet dat je aan jezelf werkt. En je weet dat er ook heel veel goede dingen in de wereld gebeuren. En je weet dat er ook heel veel goede mensen zijn, ook al zie je het even niet. En je weet dat de dingen die je wilt en waarvan je droomt. Dat die ook echt nog wel kunnen komen, maar nu is het er even niet. En dat kan zo'n, ja, zeer is niet het juiste woord, maar dat kan je toch een bepaald naar gevoel geven. En ik weet dat dat kan. En ik weet dat dat heel vermoeiend kan zijn, want ja, je loopt daardoor gewoon vast. En. Zelfs ben je super positief ingesteld en weet je jezelf er nog uit te trekken en doe je toch je dingen en ga je niet op de bank zitten wachten tot het overgaat, wat soms ook heel goed kan werken hoor. Dan nog pff, is het zo zwaar. En ik ben hier om je eraan te herinneren dat je dat gevoel voorbij kunt gaan, dat je dat gevoel kunt ontstijgen, dat je dat los kunt laten. Alleen daarvoor moet jij jezelf één hele belangrijke vraag stellen. En het punt is, soms stellen we onszelf die vraag wel, maar vervolgens doen we niet wat het antwoord is, wat er in onszelf opkomt. Wat jij namelijk nodig hebt, is aan jezelf te vragen, wat heb ik nu op dit moment nodig, op een simpele manier, om hier uit te komen, om weer in mijn flow te komen, om me weer goed te gaan voelen. Want jij bent de enige die het weet wat jij nodig hebt. Zelfs al lees je alle boeken, al lees je alle zelfboeken, al lees je alle spirituele boeken, al vraag je het aan de engelen. Je hebt op een bepaald moment gewoon jezelf nodig en die inzichten uit jezelf nodig. Jij weet het. En dat zou ook op ieder moment anders zijn wat je nodig hebt. De ene keer zal het zijn dat je gewoon nodig hebt dat je even gaat douchen. Soms heb je het nodig dat je even wat gezonds eet, dat je een stuk fruit eet. Soms heb je het nodig dat je even een, een vijf minuten powernap gaat doen. En soms heb je het gewoon nodig dat je jezelf toestaat om te gaan dromen over je toekomst. Dat je gaat dromen over je eigen bedrijf misschien. Of dat je juist even jezelf toestemming geeft om dan juist contact te maken met je engelen en met je gids. Omdat je daar vanochtend overheen gerend bent, omdat je de kinderen naar school moest brengen, het ontbijt van je man nog klaar moest maken en zelf ook nog aan het werk moest. Vaak veroorzaakt dat dat echte downen gevoel niet eens wat we niet hebben of de tekorten die we hebben. Maar het feit dat we onszelf voorbijgerend zijn in de dagelijkse dingen. En het is nodig dat je zegt ho, stop, pauze. Wat heb ik nu nodig om weer in mijn flow te komen, om weer in mijn goede gevoel te komen? En dan mag dat rotgevoel ergens nog wel onderliggend zijn en dat mag nog wel ergens aan de zijkant aanwezig zijn, want het is een signaal dat de dingen nog niet helemaal kloppen, om het maar even zo te verwoorden. Wat heb ik nu nodig om mezelf eruit te trekken? En vaak krijgen we dat antwoord hè, als we dat vragen aan onszelf. Wat heb ik nu nodig? Wat, wat voor simpel iets heb ik nu nodig om in mijn flow te komen, om meer uit te komen? En dan luisteren we er niet naar. Want er zijn nog zoveel andere dingen die moeten gebeuren. En dan willen we dit antwoord toepassen over vijf uur. wanneer we klaar zijn met werk of wanneer we even pauze hebben. Maar dan werkt het niet, want dan is dit moment wat jou nu zou kunnen helpen in de flow te komen. is voorbij. Dus als jij pas over vijf uur jezelf die mogelijkheid kunt geven om in die flow te komen. moet je je deze vraag ook pas om vijf, over vijf uur stellen. Want dan krijg je het antwoord wat je op dat moment in je flow kan brengen. En niet het idee wat je nu hebt dan toepassen, want dan ben je al verder. Dan is de stroming al anders waar je in moet springen. Dus dan kun je die connectie niet maken. Daarvoor loopt het ook vaak niet als we bepaalde hobby's hebben en de hele avond of de hele dag gewerkt hebben, s'avonds de kinderen op bed gelegd hebben en dan hebben we eindelijk dat uurtje voor onszelf. En dan zeggen we zo, dan moet ik, moet ik nu aan die hobby beginnen. Moet ik nu gaan tekenen? Moet ik nu bezig gaan met mijn spiritualiteit? Moet ik nu die ene oefening doen? Maar dan is dat niet wat bij jouw onderliggende flow aansluit. Dus dat helpt je dan juist niet om bij je flow te komen en bij je goede gevoel te komen. Dus pas wanneer je er tijd voor hebt, kun je jezelf deze vraag echt stellen. En echt antwoord krijgen op hoe jij in je flow komt. Je kunt die vraag natuurlijk wel aanpassen. Dat je aan jezelf vraagt van oké, okay, met de middelen die ik nu heb. En de mogelijkheden die ik nu heb. Hè. Ik zit nu op mijn werk. Um, ik kan niet zo heel veel. Wat kan ik nu doen om toch wat dichter bij mijn flow te komen? En dan krijg je andere antwoorden. En dan krijg je antwoorden als toch dat muziekje even luisteren. Of toch nog even snel een klein gedichtje schrijven. Of um, ondertussen eventjes uh, HSPL-video's aanzetten voor de HSPL-leden. Of een les aanzetten. Ook al kijk je niet dat je even luistert. Dat soort dingen maken het grote verschil. Dus ik hoop dat als jij vandaag nog meer in alignment wil komen. Of juist uit je downgevoel wil komen en juist nu in je alignment wil komen, dat je dit voor jezelf doet, want dan kan dit een hele andere dag worden. Dan wens ik je ook voor nu een hele fijne dag toe.